Wat te doen in tijd van wanhoop? Door Tommy Ryan. Aangepast door L.V. Het is verlokkelijk om het hoofd te laten hangen. Je te verschuilen achter Netflix met een kop warme chocolademelk totdat de maatschappelijke verwarring, moedeloosheid, angst, boosheid, afgunst en haat vanzelf verdwijnen. Nog nooit was het echter zo belangrijk om samen in actie te komen en collectieve strategieën te ontwikkelen om de wereld te veranderen. Om dat te doen, moeten we ons weg bewegen van de paden die ons hier hebben doen aanbelanden. Wilders, Nederland. Pidé, Nederland. Marie Le Pen, Frankrijk. Patria Meute, Duitsland. Kaczynski, Polen. Erdogan, Turkije. Poetin, Rusland. Trump, Verenigde Staten. Dwerte, Filipijnen. De lijst is te lang. Zij symboliseren alle dezelfde autoritaire en nationalistische politiek. De grootste vijanden van de werkende klasse stellen zich voor als onze Messias. En hoewel zij zich in retoriek richten tegen de politieke en de economische elite, zijn zij dienstbelichaming zelf. Wilders gebruikt, net als Trump, de angst en minachting voor minderheden als afleiding en katalysatoren voor zijn politieke invloed. En met economische gunsten voor de echte Nederlander, lees Witte Nederlander. Onder het motto Nederland weer van ons te maken, probeert hij hun loyaliteit te kopen over de ruggen van bijvoorbeeld moslims. Dit wordt zo in het economische programma van de PVV voorgesteld. Met hun verdeel- en heerspolitiek is de PVV echt de vijand van zowat elke minderheid, van mensen zowel met als zonder baan, mensen die ziek zijn, de lijst is wederom te lang. Bidet spreekt in rare termen als oikofobie, waarmee hij wil bewijzen dat Nederlanders bang zijn voor de eigen cultuur. Vervolgens spreekt hij zichzelf tegen door een afschuwelijk slecht Latijn te gaan praten, alsof de Romeinen niet in bezettingsmacht in Nederland waren. Ook hij wil dat wij geloven dat we in een vijandige wereld wonen waar iedereen die niet wit is alles van witte mensen af wil pakken. Wilders, Bidet en hun internationale evenbeelden leiden een contradictaar bestaan. Het ene moment worden vrouwen neergezet als kwetsbare slachtoffers van seksueel geweld die moet worden beschermd. Het andere moment feliciteert Wilders de van aanranding beschuldigde Trump zonder blikken of blozen. Aan de ene kant wordt er geroepen dat de AOW terug moet naar 65 of dat het eigen risico moet worden afgeschaft. Aan de andere kant verwerpen ze beide het vakbondstrijd en omarmen ze de marktwerking in de zorg. Nu is echter niet de tijd om het hoofd te laten hangen of om ons te verstoppen. Enkel een beroep doen op de waarheid of het morele recht is ook niet meer genoeg. Mensen als Trump en Wilders maken duidelijk dat er een harde machtsspel wordt gespeeld. Het is tijd om in actie te komen, om je te verbinden. Wij werpen een blokkade op tegen de haat, het racisme, de discriminatie, maar ook het klassenverraad dat plaatsvindt. Wij staan voor elkaar in, ongeacht waar je vandaan komt, ongeacht je geslacht, wij staan voor solidariteit. We hebben elkaar hard nodig om te voorkomen dat politici, bazen en machthebbers ons tegen elkaar uitspelen, zodat wij de rijken en machtigen blijven dienen. Voor hun macht willen ze dat wij elkaar afmaken. We hebben een collectieve en werkelijk vrije wereld te winnen. Wat te doen in tijd van Wanhoop door Tommy Ryan. Deze tekst was iets wat aangepast vanwege de veranderingen in het Nederlandse politieke landschap. Voor het origineel ga naar anarchisme.nl. Vind je anarchisme interessant? Wil je meer doen? Kijk eens op de site vrijebond.org. Zoek je een vrije plaats of evenementen in de buurt? Kijk eens op radar.squad.net Heb je problemen met de baas? Ga dan eens naar vloerwerk.org.